De gerenommeerde Vlaamse YouTuber Acid, wiens echte naam Nathan van de Gunst is, heeft besloten in beroep te gaan tegen de opgelegde straf voor het openbaar maken van namen van betrokkenen bij de tragische en gewelddadige ontgroening van de student Sanda Dia. Dia overleed in december 2018 als gevolg van de ontberingen die hij moest doorstaan tijdens deze ontgroening. De dood van Dia en de daaropvolgende straffen voor de daders veroorzaakten vorig jaar veel ophef in België. Opmerkelijk genoeg kreeg Acid, alias Nathan van de Gunst, van de rechtbank van Brugge een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, waardoor hij nu een strafblad heeft. Ondertussen werden de 18 leden van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom, verantwoordelijk voor Dia's fatale ontgroening, vorig jaar bestraft met taakstraffen zonder een strafblad te ontvangen. De ongelijke behandeling tussen ESSIT en de Reuzegom-leden is nu het onderwerp van discussie. Opvallend is ook het verschil in opgelegde boetes. De leden van Reuzegom kregen een aanzienlijk lagere boete, maximaal 400 euro voor de eerste groep, terwijl Asset een boete van 800 euro ontving. Bovendien moet Asset nog ongeveer 20.000 euro aan schadevergoeding betalen aan het restaurant van een ouder van een Reuzegom-lid, dat werd getroffen door klantenderving als gevolg van de publieke verontwaardiging over de milde straffen voor de 18 daders. Walter van Steenbrugge, de gerenommeerde advocaat van Asset, heeft in het Vlaamse nieuwsprogramma Ter Zaken aangekondigd dat zijn cliënt in hoger beroep gaat. Van Steenbrugge stelt dat S het vrijspraak verdient, omdat hij simpelweg gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting toen hij de namen van de reuzegom onthulde. Hij benadrukt het feit dat de als elitair bekendstaande studentenvereniging Reuzegom in 2018 werd ontbonden na de dood van Sanda Dia. Het hoger beroep belooft de vervolg van dit juridische vraagstuk dat de aandacht blijft trekken.